Deze week in nieuwsronde. Het zwembad in Abcoude, dat komt. De leerkrachten staken. Mag je de lekakkers gaan bebouwen? De kinderboekenweek 2017. En een fotoserie griezelen. De gemeenteraad is eruit. Met een overgrote meerderheid stemde men in met de plannen voor een nieuw sportgebouw in Abcoude. Inclusief zwembad. Het kan ja worden, het kan nee worden. Ja, dan gaan we juichen. Nee? Nee, dan is dat echt heel verdrietig. En dan moeten we ook eens eventjes kijken van wie zijn de tegenstemmers. Volgend jaar is er een verkiezing. En ja, ik hoop dat ze toch wel over de 60% heen komen met ja-stemmers. Wie is voor het gewijzigde raadsvoorstel aan het amendement? Dat is 26 leden van de raad, dus met uitzondering van de heer Zeijsen is het aangenomen door 26 mensen. Michiel, gefeliciteerd. Dank u wel. Dat is een brede overwinning. Uiteindelijk wel, maar het heeft een hele tijd er toch heel spannend en heel anders uitgezien. Dus we zijn helemaal gelukkig. Ja. Heeft u een idee waardoor het ineens omgeslagen is? Het is natuurlijk die motie die we gekregen hebben. En zetten een heleboel raadsleden op het gevoel van meer zekerheid. En daar zijn we minister Stam heel dankbaar voor. Ja, maar daar stak het eigenlijk op, hè, op die zekerheid. Precies, maar dat is het. Aan de andere kant is het natuurlijk zo van, wat je ook wil, je kan nooit 100% zekerheid geven. Maar we willen het en het gaat gebeuren. Wat een avond, hè? Wat een avond, hè? Het was reuze spannend. Het kon eigenlijk nog alle kanten op gaan. En we zijn natuurlijk nu reuze blij. Ja. En eigenlijk denken we, eind goed, al goed. De vervolgtraject is, zoals ik dat al net zei, inderdaad. Morgenmiddag hebben we inderdaad de eerste bouwvergadering. Gaan we het bouwteam samenstellen. En beginnen we onmiddellijk met het opstellen van de specificaties. Voor het nieuwe zwembad Sporthuis. Ja. En wanneer is dan de verwachting dat het er staat? Wij hopen juli 2019. Dank u wel. Nog een keer. Dank u wel. Op de dag van de leraar zijn deze in staking. In het hele land houden basisscholen hun deuren dicht en vragen aandacht voor hun eisen. Een passend en dus hoger salaris en vermindering van de werkdruk. Ja, wij gaan inderdaad staken. En niet alleen wij als de Windroos, maar een heleboel scholen in Nederland zijn opgeroepen om te gaan staken. Ik ben het zadde haag. Ik ben het zadde haag. Het gaat om twee dingen. Ten eerste gaat het om de werkdruk, die wij graag verlaagd willen zien. Ja. En het tweede is dat wij pleiten voor een hoger lerarensalaris. Iedereen wil een hoger salaris, ik ook. Ja, dat begrijp ik. Maar onze salarissen zijn eigenlijk al heel lang bevroren. En daarnaast is het zo dat de salarissen van leerkrachten op middelbare scholen, die zijn nou hoger dan op de basisscholen. En dat vinden wij niet reëel. Wij hebben ook een hbo-studie gevolgd. Mm-hmm. Wij hebben ook heel erg veel geleerd voor dit vak. En wij gaan door met leren en ons ontwikkelen. Dus wij vinden dat we eigenlijk recht hebben op hetzelfde salaris. Ik ben het zadde haag. Bij ons staat het eigenlijk al jarenlang stil. Dat vinden wij ontzettend jammer. Ook voor de nieuwe leerkrachten die naar basisscholen gaan, is het heel erg jammer. Want het perspectief is dat je misschien de eerste jaren heel tevreden bent met je salaris, maar op een gegeven moment ontevreden wordt. En dat is jammer voor de toekomst van de nieuwe leerkrachten. Ik ben het zadde haag. Tweede punt, de werkdruk. Hoe staat het? Nou, de werkdruk is het laatste jaar enorm toegenomen. Er wordt steeds meer van ons gevraagd. Er wordt steeds meer gevraagd te registreren. Er is een heleboel wegbezuinigd. Hè? Bijvoorbeeld de remedial teachers zijn er niet meer. De klasassistenten zijn wegbezuinigd. Dus we hebben geen helpende handen meer in de klas, terwijl we wel hele grote groepen hebben. We moeten handelingsplannen schrijven voor kinderen. Dus de werkdruk die is enorm hoog. Iedere avond zijn leerkrachten vaak nog bezig om het werk voor de kinderen na te kijken. Of dingen voor te bereiden voor de volgende dag. Of commissies die je naast je schooltaken ook nog hebt.
om daarin deel te nemen. Dus je moet vaak 's avonds ook nog terug naar school. Als je nou terugkijkt naar de afgelopen periode, dan is de situatie al een hele tijd niet oké. Ik heb de leerkrachten niet gehoord. Nee, maar leerkrachten die mopperen niet zo snel. Ze klagen niet. Ze doen gewoon hun werk, ze voelen zich verantwoordelijk en ze gaan gewoon. Maar wat je wel ziet is dat heel veel leerkrachten vastlopen. En dat is toch wel heel erg jammer. Want het onderwijs is zo leuk en dit wil je niet. Je hebt gekozen voor dit vak, je hebt een passie voor het vak en je wil er plezier in houden. De gemeente De Ronde Venen maakt een nieuw bestemmingsplan voor de Vinkeveense plassen. Het gaat de eigenaren natuurlijk vooral om wat er gebouwd mag worden op de legakkers. We zijn hier namelijk over de toekomst van de Vinkeveense plassen. We gaan naar een nieuw bestemmingsplan. We hebben een milieueffectrapportage gemaakt, of laten maken, die is bijna rond. En dan kun je dus straks gezamenlijk een beslissing nemen van een legakker. Mag die voor 50% bebouwd worden? Ik denk het niet. Of mag die voor 2% bebouwd worden? Dat denk ik ook niet. Er zal ergens een tussenweg worden gevonden. Wat ik mooi vind om te zien is dat de gemeente positief staat ten opzichte van bebouwing. Alleen, ik heb wel sterk het idee dat ze een aantal dingen ernstig onderschatten. Zoals? Nou, zoals ze nu praten over wat er allemaal mogelijk is. Of zoals ze nu praten over handhaving. Heb ik het idee dat het eigenlijk meer een uitnodiging is voor mensen om ondertussen maar te gaan bouwen. Want als je dit overnacht doet en er wordt geen bouwstop opgelegd, nou, dan mag je het in ieder geval laten staan tot 2019. En waarschijnlijk wordt het daarna gedoogd zolang je binnen de regels zijn zoals ze die nu aangeven. Nou, we willen heel graag met de eigenaren en gebruikers van legakkers praten. En wij weten dat op dit moment legakkers recreatief gebruikt worden en dat daar ook bouwwerken bij staan. En, nou ja, op zich vinden we dat recreatief gebruik helemaal prachtig. Maar in het bestemmingsplan mag nu helemaal niks. We willen daar graag gewoon goede regels voor maken, dat iedereen weet waar die aan toe is ook. Dat is voor gebruikers ook fijn en we willen zeker geen gebruikers wegjagen. Dus we willen gewoon graag goede regels waar mensen mee uit de voeten kunnen. Maar er zijn ook mensen die nog helemaal niks gebouwd hebben. Die houden zich netjes aan de regels. Die laten we ook niet de dupe worden van diegene die nu gebouwd heeft. Die geven straks ook de mogelijkheid, als ze hun... Ze hebben dan geïnvesteerd in hun eiland, ze hebben daar beschoeiing aangebracht. Dan is het toch logisch dat ze ook mogen recreëren en daarvan mogen genieten. Ik vind het landschap zoals dat er is met de legakkers, dat is uniek in Nederland en dat moet ook behouden worden. Anderzijds kan je... Niet zeggen dat met zoveel recreatiedruk uit de omgeving dat het echt allemaal natuur moet worden. Maar wij zijn wel bezig op ons eiland om te zorgen dat de beplanting en de begroeiing die er is, dat die past in het landschap. Dus geen coniferen bijvoorbeeld. Als we reëel kijken, gaan die plassen er dan ook echt zo uitzien? Ja. Gruwelijk eng. Dat is het thema van de Kinderboekenweek dit jaar. De Kinderboekweek wordt georganiseerd van 4 tot 15 oktober. Sinds hoe lang eigenlijk? Dat is vanaf mijn geboortejaar, 1955 zo. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Tien jaar na de Tweede Wereldoorlog. Kinderboek had het nog moeilijk. Dus... Elke Kinderboekenweek heeft een thema. Ja. Het thema is... Gruwelijk eng. Echt heel eng. Griezelen. Is dat eigenlijk wel geschikt voor alle leeftijden? Griezelen is absoluut geschikt voor alle leeftijden. Maar eigenlijk is de bedoeling van dit thema het overwinnen van angsten. Dus geen heksen, geen enge dingen of wat dan ook. Het overwinnen van angsten. Dat is een heel mooi thema voor kinderen. Elke kinderboekenweek, daar worden prijzen uitgedeeld. Ja. De gouden penseel. De stankrampkat. Die heeft al een zilveren griffel. En nu ook de gouden penseel. Ontzettend mooi geïllustreerd. Onwijs leuk. Ik vind het echt heel erg leuk. Achterin tangramsteentjes om je eigen voorbeelden te maken. Je eigen kat te maken. Maar de kat beleeft van alles en nog wat. En dat kun je zelf dan namaken met die steen. Erg leuk gedaan. Heel mooi. Prachtige illustraties. Gouden penseel is voor de mooiste illustratie. Ja. Beste boek, Zilveren Griffel. Ja. Wie heeft dat gewonnen?
Dat zijn er meerdere, dat zijn leeftijdscategorieën. Dus voor de jongeren is dat Bette Westra met de zilveren griffel. Voor de jongeren 6 tot 9. En voor de oudere leeftijd is dat Anne Woltz met Alaska. En dit is zo prachtig. Het gaat over pesten, hoe je met elkaar omgaat. Ook een verdriet wat ze meemaken. Een ernstige ziekte wat een van de leerlingen heeft. Het wordt zo mooi verwoord en het eindigt gewoon met een goed gevoel. En dat vind ik, dat moet bij een kinderboek. Ja. Prentenboek is ook een bijzonder exemplaar geworden. Ja, ja, je krijgt inderdaad tijdens de kinderboekenweek, bij aankoop van een kinderboek, krijg je een kinderboekenweekgeschenk. En er wordt altijd een prentenboek speciaal gemaakt voor de kinderboekenweek. Dat is nu een hele speciale. Knikkeruil. Ook weer hele mooie illustraties. En het eindigt met een knikkerspel. Dan kun je je eigen knikkerspel spelen. Want de hoofdrollen in dit boek zijn allemaal knikkers. Erbij als informatie gegeven kan worden is een soort krant, hè? Voor ouders, voor scholen. Ja, er komt altijd promotiemiddelen om de kinderboekenweek heen. En er is eigenlijk altijd een kinderboekenweekkrant. Die is er dit jaar uiteraard ook. En die ziet er nu zo uit. Gruwelijk eng. Ze staan gewoon lekker bomvol met jeugdboeken. De griffels staan erin. De kinderjury staat erin. Ja.